Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Hij was mijn schutting aan het vernieuwen. Maar eerst ik vraag hem. Weet ik dus niet, maar er wordt ook gespuugd naar mijn moeder toe. Ik vind het dan wel heel erg naar dat ik uitgescholden word voor Dikkert. Wat zij gezet hebt tegen mijn vrouw. Kutwijf. Kutwijf. Jullie mogen echt met z'n allen je ogen uit je kop gaan schamen. Ik vraag één ding. Rust. Oh, maar die komt er wel. Maar we moeten eerst naar de bodem van deze beerput. Door de narcistische houding van de buren voelde ik me niet lekker in mijn vel. Als Fred door blijft gaan, dan denk ik dat mijn man hem het ziekenhuis in mept. Ik hoop toch echt dat hij nu een hartinfarct gaat krijgen? Oh, ik ga weg. Ik ben onderweg naar Den Helder. Daar woont pensionado Fred samen met zijn vriendin Nel in zo'n typisch gezellig volksbuurtje. Nou, een en al gemoedelijkheid zou je dus verwachten. Maar niets is minder waar. Want sinds een tijd is het contact tussen Fred en zijn buren zo verschrikkelijk slecht dat zijn leven veranderd is in een ware hel. Zijn schutting is vernield en verder is hij het slachtoffer van allerlei roddels en pesterij. Je buren verzieken mijn leven. Psychisch en somatisch. En ik vind, daar hebben ze geen reden toe. Ik ben geen boze buurman. De buren in kwestie, Marjan en Touran, kunnen zich absoluut niet vinden in alle beschuldigingen. En bovendien, zeggen zij, zijn wij niet de pestkoppen. Wij worden gepest. En wel door buurman Fred, die zich gedraagt als de tiran van de buurt. Als je dan uitgescholden wordt waar iedereen de hele buurt bij staat, hé, Dikkert of asociaal, ja, dan weet ik het niet meer. Inmiddels hebben beide buren een bloedhekel aan elkaar en dreigt de hele zaak te escaleren. En dus moet meester Visser met een rotgang naar Den Helder komen om, zoals ze dat hier zeggen, schoon schip te maken. Dit is mijn huis. Ik was heel gelukkig, maar sinds ik die buren op 9 heb, ben ik het niet meer. Ik ben Marjan en ik woon hier samen met mijn man op Bloemstraat nummer 9. En ik ben Annelies Schouten en ik woon in Bloemstraat nummer 18. En ik ben Sandra en ik woon op Bloemstraat nummer 16. Wij zijn de drie musketiers van de Bloemstraat. Ik word getreid de nummer 18 en 16. En samen met die buren van 9. Ik schijn gedaan te hebben, maar eigenlijk kom ik alleen voor mijn rechten op. Sinds dat er in 2018 een storm was en we wat aan het hek gedaan hadden. Sinds die tijd is het een beetje rommelig. Kijk, ik heb hier foto's. Dit is mijn schutting. Hebt hij helemaal vernield? Hebt hij dit tegenaan gezet zonder te vragen? Nou, dat ik dat zag, had er sprong een traan in mijn ogen. Toen was ik in staat om een stuk ijs te pakken en erheen te gaan. Maar ja, ik ben te christelijk, sorry. Ik vind de buurman gewoon zielig. Ik kan er niks anders van verzinnen. Ik vind hem gewoon hartstikke zielig. Nummer 9, dat is een nagel met de oogkist. Nou, daar zijn we dan. In Den Helder, in dit gezellige volksbuurtje. Nou ja. Zo gezellig is het hier op dit moment niet, want dit straatje is al jarenlang het toneel van een fikse burenruzie. Eens even kijken waar we zijn. Hier op nummer 9, daar wonen Marjan en haar man Touran. En hier op nummer 11, daar wonen Fred en Nel. En er wordt dus geroddeld, gepest, getreiterd. En er is iets met een schutting. Nou, dat zal hier ergens zijn. Ik ga eerst bij Fred en Nel eens een kopje koffie drinken. Dag meneer. Victor, aangenaam. Fred. Aangenaam. Leuk kennis te maken. Dank je. Ja, en is Nel er ook? Nel, ben jij er ook? Ja. Dag mevrouw Nel, ik ben Victor. Ja, dat bekend gezicht. U weet waarvoor ik kom, hè? Ik kom met u kletsen over, nou, de toch wel, kunnen we zeggen, ellende met de buren. Wat heet, is nog, ja. Dat is nog netjes gezegd. Laten we gelijk eens beginnen bij de schutting. En vertel mij dan eens wat er aan de hand is. Nou, dat zal ik je vertellen. Hier hebt een bruine schutting gestaan, ongeveer 1,80. Ja.
Ik kwam uit het ziekenhuis vandaag voor controle. En op een gegeven moment stap ik uit. En ik loop naar mijn schutting. Staat hij in mijn tuin te werken aan die schutting. En dan heb je het over Turan. Turan, ja. De man van Marjan. Ja. Ja. Heb je allemaal ankerende schuttingdelen erin gezet? Lelijke planken. Oh, wat was dat lelijk. Ik probeer te praten met hem. Hij kijkt hij aan. Ja, ja, ja. Ik dacht, geen Engels, geen sugar. Geen Nederlands, geen sugar. Oké, want waar komt Turan vandaan? Victor, al kon ik een prijs naar Spanje winnen. Ik weet het nou niet wat, niks van. Hij spreekt niet zo goed Nederlands. Nee. Okay. Maar op een gegeven moment kom ik daar in die hoek. Die poster waar ik samen met mijn moeder gekocht voor ze overleed. Staken ze zulke schroeven eruit. Die poster hing op de schutting. Ja. En heb je die poster nog? Ja. Ja, die heb ik nog. Ja. Oh, het is zo'n poster van het tuincentrum. Ja, ja. En waarom is deze poster zo belangrijk dan, Fred? Omdat... Ja, dan... Ja, nou red ik niet meer. Maar wat gebeurt er nou? Ja, maar dat is Fred. Dan wordt het emotioneel te veel. Dit is die poster die ik samen met mijn overleden moeder gekocht heb en die door de leuke buurman beschadigd is met schroeven. Kijk, hier is schroef. Hier, hier en hier. Deze poster is een aandenking van mijn biologische vader. Dat is een Engelsman, een Schot. En ik mis hem heel erg. En ik mis mijn moeder ook heel erg. Ik snap het, Fred, sorry. Ik begrijp heel goed dat die poster dus voor jou belangrijk is. Ja. Dat we kochten, vlak daarna is mijn moeder overleden. En dat ze nou uitgerekend daar dwars doorheen hebben geschroefd? Ja. Dat doet jou pijn? Ja. Heb je daar nog wat van gezegd, Fred, tegen ze? Ja. Van jongens, wat heb je nou gedaan? Ik heb die buurvrouw erbij gehaald. Ze zijn hier in een tuin geweest. Ze hebben hier gestaan. Ja. Hij zegt, moet je eens kijken wat je man gedaan hebt. Ja, ja. Ja, is niet zo mooi. Die schutting interesseerde me op een gegeven moment niet meer. Maar die poster had dan gezegd tegen mij van, nou sorry buurman, wat kost die poster? Maar ze deden of niks aan de hand was. Het is frisjes, hè? Ja. Ja. Zullen we anders over de andere ellende, want we zijn er nog lang niet. Ik heb een dikke jas aan. Even binnen verder kletsen. Ja, is goed. Nou, daar zitten we dan. Ja. In jullie gezellige huisje. Hoe lang wonen jullie hier al? 15 jaar. Hoe lang wonen de buren er al? 4 jaar. En hoe was dat contact nou toen zij hier net kwamen wonen? Hebben jullie elkaar even een handje gegeven? Jawel, want ik ben nog binnen geweest. En ik heb op een gegeven moment gezien dat hij niet veel gereedschap had. Heb ik gereedschap van hem uitgeleend. Dat die man het huis ging opknappen, heb ik gezorgd voor koffie. Ik heb voor brood gezorgd. Ik heb hem met mijn aanhangwagen vuil weggebracht naar de HVC. Allemaal voor nop. Dus in het begin was dat contact best oké. Maar met die schutting is het dus misgegaan. Ja. Is daar toen tussen jullie en de buren nog over gesproken? Ja, we zijn samen naar de buurtbemiddeling gegaan. Oké. En toen heeft zij excuus aangeboden. En toen zegt ze tegen mij, als je wat hebt, kom naar mij toe. Dus toen was alles weer eventjes een soort van, we maken een frisse start. Ja. Maar is dat gelukt? Het probleem is, als zij naar de werk gaat, dan heb ik een heel ander Duran tegenover mij. Dan is haar man anders. Ja, dan heb hij de broek aan. Wat doet hij dan als nou, hij alleen... Die keer als ik in de tuin kom, met mij... Spuugt hij? Ja. Ja, op de grond bij hem. Maar u heeft echt het gevoel dat hij dat niet zomaar doet omdat hij even... Voorheen deed hij dat niet. Voorheen spuugde hij nooit. Hij doet het echt om u te beledigen. Als hij of ik op die voortuin is, dan wordt er gespuugd. Dan zeg ik van nou, jij hebt geen respect voor mij, maar ik heb ook geen respect voor jou. Hier is de grens en niet verder. Is het alles bijna uit de hand gelopen? Ja. Tussen jou en de buurman bijvoorbeeld? Ja, zeker. Hij heeft me een keer bedreigd. En wat heeft hij gezegd? Nou, dat hij me zou pakken. Dat hij het zat is, al die ruzie. Maar waar bent u dan bang voor? Dat hij me neersteekt of zo. Ik ken culturen. Ik heb in het Midden-Oosten gevaren. Hier slaan ze elkaar op het gezicht en daar steken ze elkaar dood. En daar bent u echt bang voor? Ja. Ik voel me niet veilig in mijn eigen huis. Ik voel me niet veilig als ik buiten de hek kom. Ik voel me niet veilig als ik 's avonds door de straat ga. Maar bent u daar ook bang voor? Ja. Echt waar? Hij lag in het ziekenhuis. En hij lag toen met spoed naar voor zijn hart en alles. En ik kom thuis, krijg ik zoiets in de bus. Ik denk, wat is dat nou? Nou, geen adres erop. Ik krijg helemaal koude rilling. Ja. Dus iemand stuurt... Een rouwkaart. Een rouwkaart met best wel cryptisch adres. Geen handschrift.
En een lege kaart met... Maar wat verschrikkelijk luguber. Ik heb meteen gezegd dat is Jaap Jum. En wat is Jaap Jum? Dat is hij. Ik noem en waarom hem altijd denkt Jaap. U dat hij het heeft gedaan? Nou, wie stuurt er nou zo'n envelop met tekentjes van uitgeknipt en weet ik veel wat? Maar heeft u meer vijanden? Nou ja, het nummer 18 en nummer 16. Op nummer 16 woont Sandra en op nummer 18 woont Annelies. Ja. Maar wat hebben die twee dames ermee te maken dan? Die gespannen ze met mevrouw 9 tegen mij. En wat doen ze dan? Ja, lachen, weet je. Lachen, ja, ze voorbij lopen. Wat zeggen ze dan? Ja, jij wil de buurvrouw neuken, hè? Pardon? De heer is mijn getuige. Wie zei dat? Annelies, ja. Die zei jij wil de buurvrouw... neuken. En welke buurvrouw bedoelde ze dan? Die Duitse. Van 16. Is dat de knapperd? Nee. Knapperd? Nou, ik ben 76, maar ik vind dat ik er beter uitzie. Maar waarom zei ze dat dan? Oh, treiteren. Ze zoeken gewoon ruzie. Ze zoeken gewoon ruzie met mij. Ik vind niet dat niet. Maar ja, wat je vindt dat je verdient, krijg je niet. Maar ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Dus meester Visser komt hier straks naartoe. Die gaat de zaak heel grondig onderzoeken. Wat is jullie eis voor meester Visser? Nou, dat wij met rust gelaten worden. En ik wil schadevergoeding voor mijn schutting. Ja. €300 en 45 voor die poster. €345 schadevergoeding. En rust. Dat lijkt me een heel goed idee. Ik kom jullie straks weer halen als meester Visser onderweg is. Tot die tijd even rustig aan. Zie ik jullie straks weer. Wat een verdrietige zaak dit, zeg. Ik word er toch altijd een beetje stil van als mensen op deze leeftijd nog zo'n ruzie maken en 's avonds de deur niet uit durven omdat ze bang zijn om de buren tegen te komen. Nou goed, Fred en Nel hebben dus niet alleen ruzie met de directe buren, maar ook met twee overbuurvrouwen. Ze zijn eigenlijk een beetje ingesloten tussen de boze buren. Maar ik ben uiteraard ook heel erg benieuwd naar hun kant van het verhaal. Eens even kijken. Pas op, waakhond. Die hebben we gehoord. Wow. Het is een driepotige waakhond. Absoluut. Marjan, aangenaam. Victor. Ja, Marjan. Ik wil je eigenlijk gelijk even mee naar buiten nemen om even naar de schutting te kijken. Ja, is goed. En dan heb ik het over de schutting die op deze plek stond. Ja, ja. Ja, van wie is deze schutting volgens jou? Nou, die schutting die daar stond, die stond er al toen we dit huis kochten in 2017. Ja. Toen stond er een bruine schutting. Buurman Fred zegt, ja, ze hebben toen aan mijn schutting gezeten. Ja, we hadden in 2018 een flinke storm. Toen stond die schutting helemaal heen en weer. Dus mijn man, Turan, die had zoiets van, dat moet steviger. Ik wilde het goed laten zien hoe de schutting heen en weer ging in die storm. Zo'n soort schutting was het aan de andere kant. Kijk, dat ging echt heel hard zo. En alles wat er nu aan hangt, dat ging er toen ook aan. En wat mijn man heeft gedaan was, deze plank stond er al, maar hier die gaten had hij allemaal de planken zo er dwars eroverheen. Met goed schroefwerk en spijkers en toestanden. Op z'n Turks, zal ik het maar zeggen. Dus jullie hebben eigenlijk geholpen? We hebben geprobeerd om de schutting wat steviger te... Ja, dat ziet de buurman niet zo. Die zegt, ze hebben mijn schutting vernield. En toen hebben ze ook dwars door mijn klaprozen heen geschroefd. Ik heb dat helemaal niet gezien. Heeft het niet gezien? Nee. Ik loop altijd zo om en dan langs die kant terug. Dat doet u bewust? Nee, niet bewust, maar ik loop niet zo graag hier. Dus toch bewust? Nee, dat snap ik hem. Maar goed, de buurman is daar erg ontsteld over. Die zegt, die klaprozen die waren voor mij heel belangrijk. Ja, dat zei hij 3 jaar geleden tijdens de buurtbemiddeling, ja. Oh, daar is al buurtbemiddeling voor geweest? Ja. En wat is daar uitgekomen? Daar is uitgekomen dat ik alleen mijn excuus hoefde aan te bieden en verder niks. En heeft u dat gedaan? En dat heb ik gedaan. Dus daarmee zou je zeggen, is dan de kous af? Ja. Maar toch niet? Nee. Vanaf dat we bij de buurtbemiddeling zijn geweest, blijft meneer zeuren over van alles. Over een olijfboom, over een krullenbak, over een heg die te hoog is. 30 centimeter die ik zou pikken. Er speelt een heleboel. Ja. Zullen we anders binnen met een kopje koffie even verder kletsen? Natuurlijk. Wat lopen ze lekker, hè, die crocs? Heerlijk. Kom binnen. Oh, je hebt visite? Ja, ik heb goedemorgen. De buurvrouwen. Die komen regelmatig op de koffie. Ja. Gezellig. En we laten ronden. Maar het is eigenlijk wel heel goed dat u er bent dan. Want dan ga ik met u drietjes eens even kletsen over wat er allemaal speelt in de buurt. Lekker zitten, jas uit. Want er is een boel aan de hand. Nou, daar zitten we dan. In je gezellige huisje, maar er speelt buiten het huisje een heleboel. Ja. Want naast de schutting, en daarom is het goed dat u er ook bent, zegt de buurman,
Wordt er over mij geroddeld en word ik gepest? Nou, wij hebben wel wat anders te doen. En dat Marjan de buurvrouwen ook zou opzetten. De enige die roddelt, is meneer zelf. Hij kan af en toe heel vriendelijk zijn. Dan lokt hij mijn hond met koekjes. En de volgende dag belt hij handhaving omdat hij losloopt. Dat is ook best gek, toch? Ja, hij doet alles in je handhaving. Het is nooit rechtstreeks. En als het rechtstreeks is, is het... Hey, Dikkert! Zou je niet even die zooi weghalen? Nee, wacht even. Serieus, ja. Zegt hij dat? Serieus, ja. Op straat, waar alle buren bij zijn. En zegt u dat soort dingen ook tegen jullie? Ik ben iets minder hetero dan de rest van de wereld. Ja. En daar maakt hij dus ook opmerkingen over. En wat zegt hij dan? Als ik met een van hun twee omga, van, dan gaan jullie lekker zo. Gaan jullie lekker rampetampen? Ja. Die is toch ziek, ja. De buren zeggen dat jij juist degene bent die de buurt terroriseert. Nee, nee. Hij scheldt ons uit voor dikken. Nee, heb ik niet gezegd. Ik denk het wel, hoor. Ik denk het wel, maar ik heb het niet nodig gezegd. Hij scheldt ons uit vanwege onze seksuele geaardheid. Ik wist niet dat ze biseksueel was. Het gaat me niet om. Want als ze nou een leuke vrouw was, nou, had ik in de midden gelegen, dan had ze mee kunnen doen. Ja, zo niet erop. Nee, maar goed, ze vragen het toch om. Maar spreken ze de waarheid, Fred? Heb je wel eens gescholden? Ik ben wel eens kwaad geweest. En heb je dan misschien lelijke dingen gezien? Nee, ik weet zeker. Want ik ben zelf van het leger des Heils, dus ik weet wat je doet en wat je niet mag doen. Oh, u bent heilsoldaat geweest? Ja, kijk. Oh, daar hangt een diploma aan de buur. Ja, geweest is hij nog. Verbond van een heilsoldaat. Ja. Ja, dus dat houdt in dat je heel veel naastenliefde hebt. Te veel. Ja, met iedereen behalve de buren. Nee, ook niet. Nee. Nou, is Touran er nu niet bij? Nee. Die zien we straks in de hoorzitting bij meester Visser. Maar die speelt ook een belangrijke rol in het verhaal. Want de buurman is wel echt bang voor Touran. Ach, ach, goed. Hij zegt dat Touran meerdere malen tegen hem gezegd heeft van... dan pak ik je, ik steek je een mes tussen je ribben. Huh? Of dat soort is dingen. Is dat wat Touran zegt? Nou, niet als ik er ben. Dat is waarschijnlijk het idee wat hij van buitenlanders heeft. Het zit in zijn eigen hoofd. Hij heeft waarschijnlijk de verkeerde boekjes gelezen, vrees ik. Ik ben bang dat als hij door blijft gaan met dit soort dingen... dat mijn man op een gegeven moment zegt, nou is het klaar. En aangezien ik weet hoe Turken zijn, dan is het ook echt klaar. Ik heb het wel een paar keer meegemaakt dat Fred vreselijk, lelijk tegen Touran uitgevallen is. En wat zegt hij dan? Ga terug naar je eigen land, je kan hier niet alles maken. En die Nel die stond te grijnzen om bij te kijken, hè? Want dat is echt... De goorlap van de straat, hoor. Dus zij is eigenlijk gewoon degene die hem opstoot. Ja. Dat is nou echt een heks. Dat is echt een heks, ja. Iets wat de buurvrouwen mij ook verteld hebben is... dat Nel eigenlijk een beetje de kwade genius is. Oh. Dat jij Fred opstookt om zo lelijk te doen. Nou, ik zeg niks tegen hun. Het is voor mij allemaal lucht. Morgen maar jij zegt niet tegen Fred... Nee. Oh, nee, mijn handen eraf. Niet waar? Oh, god, nee. Wat vind je ervan dat ze dat denken? Nou, het is gewoon smerig. Waar komen deze pesterijen vandaan? Ik denk jaloezie. Ze wil gewoon die engert voor zichzelf houden. Nou, graag. Graag. Totaal niet geïnteresseerd. Ja. Maar dat zou impliceren dat Fred misschien iets met de andere vrouwtjes wil. Ach, Gertver. Daar moet je toch niet aan denken. Er is niemand van de dames die zegt... En als ik iemand uitzoek, dan is het zeker niet zo'n oude lul als hij. De enige die in aanmerking komt, is Sandra. Ja, dat dacht ik al. Wil je weg? Ik moet er wel een beetje van in, maar ik vind het echt diep triest, hoor. Diep triest. Ja. Dat is het. Hij is gewoon heel zielig. Nou goed, meester Visser komt vandaag de zaak uiteraard grondig onderzoeken. De buurman en de buurvrouw hebben als eis dat de schade aan de schutting vergoed wordt... en aan de poster van de klaprozen en dat er rust komt. Hebben jullie ook een eis? Ja, dat wij met rust gelaten worden. Dat wij niet iedere keer handhaving, bemiddeling... Uitgescholden. Ik snap het. We gaan ons uiterste best doen. Dank je wel voor de koffie. Graag Ik zie gedaan. Jullie straks weer als meester Visser onderweg is. Dank je wel. Dag. Tot straks. Ik vind het persoonlijk een hele pittige zaak vandaag. De emoties vliegen alle kanten op. En ik heb eigenlijk geen idee meer wie nou toch de waarheid spreekt. Wat ik wel weet is dat het een hele explosieve situatie is... en dat er heel snel iets aan moet gebeuren. En daarom ben ik blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft iemand van het kadaster meegenomen... om uit te zoeken van wie die vernielde schutting nou toch was. Op wiens grond stond die. Ik ga met beide partijen in gesprek voor op de stoep. Kijk, de dames staan al te wachten in het zonnetje. Hartstikke goed. Haal ik de buren erbij.
Fred en El, komen jullie erbij? Nou, beste buurtjes, groeten we elkaar nog? Nee, ik niet. Nee, groeten hoeven mij niet. Ik groet al heel lang niet meer. Het is voor mij gewoon lucht. Jullie wonen nu zo'n 4 jaar naast elkaar. In het begin ging het eigenlijk wel goed. Ik heb gehoord over eten brengen, koffie brengen. Er is geen eten gebracht, hoor. Ik heb naar eer en geweten heb ik eten gebracht. Ja, dat heb je al helemaal niet. Als ik aan het praten ben, mag ik dan mijn eigen stem horen of niet? Nou, dat leef je uit. Maar wat ik alleen maar wil zeggen, in het begin was het in ieder geval nog goed. Hè? Maar dat was eigenlijk al snel voorbij vanwege de schutting. Ja. Jullie zeggen, Marjan, wij hebben eigenlijk toen geprobeerd die schutting te redden. Ja. Die schutting die stond op instorten. Jullie zeggen die schutting was prima. Is niet, ik heb haar geen eens nodig om die schutting, want ik ken alles zelf. Dus, nee, maar ik word er lachen naar. Maar Fred even rustig. Ik hoop toch echt dat hij nu een hartinfarct krijgt. Maar, ho, ik ga weg. Geweldig. Hoor je wat ze zegt? Annelies, dit soort dingen wil ik niet dat je zegt. Hoe kan je tegen iemand zeggen die een hartoperatie gehad heeft? Ik hoop dat je ter plaatse een hartaanval krijgt. Is dat normaal? Nog één keer zo'n opmerking en stop ermee, hoor. Verhaaltjes van jou, daar ben ik helemaal klaar mee. Ik denk de grootste Russische schopper is. Dat ben jij. Ik heb zoiets, en in het begin was je wel een slijmhek, kreeg je allemaal dingen van me. Wat krijg ik van u dan? Ach, jongens, rustig aan. Is dat zo? Want, ik heb één keer van mevrouw heb ik een maaimachine gekregen. Ja, maar dat is hartstikke aardig van haar dan? Maar ze is ook aardig. Rustig. Als ze niet gesopen hebt, dan is ze aardig. Rustig. Zeg. Als ze niet gedronken hebt, dan is ze aardig. Neem ook eens een buggel, word je misschien een beetje normaal, lul. Wat zeg jij nou? Neem maar op zijn burger, word je misschien een beetje normaal? Jongens, zo. Hey, staan hier gewoon volwassen mensen in de straat. U bent steeds donker. Van de 360 dagen ben u donker. Fred, dat doet er niet toe. Leugens. Kijk naar die kop van je. Dat is toch één ding alle ogen, hoor. Ik haat er tot aan mijn tenen aan toe. Want weet eens, gisteren heb ze gedronken. Vandaag heb je de naweeën van. En 2 dagen later, goedemorgen, buurman. Sandra, Annelies en Marjan, jullie zeggen dat Fred jullie kleineert, op straat, discrimineert, als hoe dat gebeurt. Hoe kan ik nou in godsnaam, mensen discrimineren? Ik ben zelf een buitenlander. Die vrouw die daar staat met de dronken kop, die mensen van de rijschool zegt, het is mijn Nederland, zegt ze. Het is mijn Nederland. Fred, doe eens rustig. Ja. Denk eens rustig. Jullie moeten naar het buitenland gaan. Nee, ik wil dat je vanwege jou... Ik word kwaad. Ja, maar Fred, anders stuur ik je naar binnen. Ik denk dat hij zo doordraait omdat hij geen gelijk krijgt. En als hij geen gelijk krijgt, dan is het fout. Laten we constateren dat er een heleboel naar elkaar gescholden is en naar elkaar getreiterd is. Maar waar het om gaat is de schutting en de poster. Fred, vertel. Die schutting die was beschadigd en het einde van de schutting in die poster van mijn moeder. Een goede dag. Excuus heb ik aangeboden. Marjan, eens kom alsjeblieft. En nog is het niet goed. Mag ik jullie voorstellen aan meester Frank Visser? Goed dat u er bent. Welkom in Den Helder. Dit zijn Fred en Nel, die wonen hier op nummer 11. Ja. En dit zijn Marjan, die hier op nummer 9 woont. Ja. En Annelies en Sandra, die hier aan de overkant op nummer 16 en nummer 18 wonen. En het is een redelijke kruidvat. Kan ik u nog ergens mee helpen? Nee, ga even de buurt in. Dan ga ik hier verder even wat metingen verrichten. Hou het alsjeblieft een klein beetje rustig. Ja. Ja? En hartstikke rustig. Succes. Het eerste wat ik ga doen, en ik zie daar al de meneer van het kadaster. U gaat mij helpen om even de grenzen... We gaan even de grenzen reconstrueren. Ja, maar voor we dat gaan doen, meneer Fred, waar stond die oude schutting? Waar die witte hek staat hier. Dat witte hek. Daar zijn die palen tegen daar gezet. Zo. Nou, man. Wat een vuurwerk. Even diep ademhalen. Het is tijd voor een buurtonderzoekje. Een stukje eigen initiatief. Daar gaan we. Op naar nummertje, wat zullen we eens doen? 23. Is dit het oude hek? Nee, dat is het tijdelijke hek wat geplaatst hebben. Ja, maar waar stond nou het oude hek? Het stond hier tegenaan. Dit zijn de palen van de oude hek. Nou, volgens mij stond die meer naar binnen toe. Die kant op. Goedemorgen. Middag. Ja, middag is het al. Ja, ik ben een beetje in de war van alle heftigheid in de straat. Ja, snap het. Speelt ze het al een tijd? Ja, een paar jaartjes toch. Ja, sinds, misschien heel veel om te zeggen, maar sinds Annelies hier in de straat is komen wonen, is de straat echt achteruit gegaan. En wat doet zij dan? Ze is heel erg naar andere mensen toe van je mag dit niet, je mag dat wel. Want... Ze gedraagt zich een beetje als de vrouwelijke meester visser van de straat. Ja, precies. Wat zien we hier? Het beginpunt. Het beginpunt en dan zal ik daar op de muur een krijtmerk neerzetten. Oké. Okay. En dan kom ik terug en ik heb een lint bij me. Oké, dan hou ik dit even vast. De grens?
En ik heb daar op de muur een geel streepje gezet. Oh, wat raar. Dus dan loopt eigenlijk die muur over de erfgrens heen? Ja, vroeger liep deze gevel rechtdoor. Oké. Dan moeten we maar even een lintje trekken. Dag meneer. Dag meneer. Hallo. Het is een hele toestand, hè? Het is een hele toestand, ja. Het moet niet nodig wezen dat je elkaar zo op de huid zit. Ik bedoel, het wordt zo met dat soort dingen zo op elkaar geleerd dat je zegt... En... Ja, letten ze te veel op elkaar? Ja, toch wel. Dus uw tip is eigenlijk, laat elkaar een beetje vrij. Laat elkaar een beetje vrij. Ja, dan heeft die vorige schutting op hun grond gestaan. Ik heb deze schutting gebruikt om steen voor die paaltjes. Ik heb u net gevraagd waar de oude schutting stond. Is hier? Nee. Nee? Nee. Toen wees absoluut u aan die paal. Ja, daar, die paal, ja. Nou, dat klopt toch? Ja, als je zo loopt. Oh, oké. Nou, ja. De schutting stond volgens het kadaster precies op de lijnen van de muur. En volgens mij hoort dat ook zo. Is dat precies de erfscheiding? En waar is de beschadigde poster? Ik zoek even mijn vergrootglas. Waar moet ik kijken? Hier. Ja. Hier. Ik moet hier wel een vergrootglas hebben. Nou ja, de schroeven zaten er wel door. Maar ja. Ik heb dit nog nooit gezien, hè? Deze poster. Nee. En die heeft u ook niet bij de buurtbemiddeling meegenomen. Ik zie daar gaatjes zitten, maar kan je die gewoon niet gewoon een nieuwe kopen dan? Als je zegt van nou, ik koop een nieuwe, Want hoeveel kost dat dan, zo'n ding? Ik heb 45 euro voor betaald. 45 euro. Als zo er al gaatjes in zijn... Ik weet dat het een hufter en een leugenaar is om dat zelf te doen. Want ik zou niet weten hoe dat door Turan gedaan zou moeten zijn. Nou, ik heb het hier gezien. We hebben gemeten. Voor wat betreft de andere klachten over samenspannen en dergelijke. Daar gaan we het vanmiddag over hebben op de hoorzitting. En dan beloof ik u, er komt er vandaag nog een oplossing. Nou, ja? We hopen okay, het. Tot straks. Alle twee partijen, toch? We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek gezien dat de relatie tussen deze buren inmiddels volledig ontwricht is. Ik heb er zelf midden tussenin gestaan. En ik moet zeggen dat ik het echt oprecht heel pijnlijk vind om te horen wat deze volwassen mensen allemaal tegen elkaar zeggen. Ik vind het fijn dat meester Visser ter plaatse is geweest. Het kadaster heeft zijn metingen verricht. Ik ben oprecht benieuwd. Wat daar nou allemaal uitgekomen is, dat gaan we nu horen, want het is tijd voor de hoorzitting. En ik hoop ontzettend dat iedereen een klein beetje zijn fatsoen houdt. Als het niet goed komt en ik word benadeeld, ga ik verhuizen. Ik ken er geestelijk niet meer tegen. Zoveel leugens. Voor mij zou een goede oplossing zijn dat ik hem geen gedag meer hoef te zeggen, niks meer. Dat ik gewoon, dit zijn mijn vierkante meters en klaar. Welkom, we zijn hier in Schagen. En aan de orde is de zaak tussen Fred en Nel tegen Marianne, Touran, Annelies en Sandra. Ja, meneer Touran, ik zie u hier nu ook wat voor het eerst, want u bent de partner natuurlijk, hè? Ja. Laten we gewoon even nu bij het begin beginnen. Het was allemaal rozengeur en maneschijn in de Bloemstraat. Ja. En dat ging van de ene op de andere dag ging dat verkeerd. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik kwam uit het ziekenhuis vandaan. Wanneer was dat? Ja, ruim 3 jaar terug. Ja, maar was dat in de winter of was dat in de nee, zomer? Nee, het was meer zomer, ja. Ze heeft een open hartoperatie gehad. Nou, ja. Goed. Ja, hoef je niet te laten zien. Ja, ik geloof u. Restsluiting. Ja, het is geen... Geloof u. En toen kwam u terug? En toen was de buurman aan mijn schutting bezig. En wat was hij aan het doen dan? Hij was mijn schutting aan het vernieuwen. Ja. En toen heb hij zulke lange schroeven erin gedraaid, wat niet hoeft. En die kwam aan de andere kant bij mij weer eruit. En toen? En in die hoek van die schutting hing een poster van mij en mijn moeder. Dus de schroeven kwamen door de schutting heen en ook en de doek. Door de doek. Ja. Nou, ik weet wel dat hij de schutting wilde verstevigen, want het was in januari. Dat zulk vreselijke stormweer was. En hij de schutting heen en weer zag gaan. Hij denkt, nou, die gaat om. Ik maak hem steviger. Dus hij is met planken en schroeven aan de gang gegaan. Maar dat is een heel ander verhaal, want u heeft het over januari. Ja. Maar... Hij zegt, ik kwam net uit het ziekenhuis. Dat zal best, ja. Want hij heeft ook aangifte gedaan bij de politie, hè? Ja. Op 4 juli 2018. En toen is Fred bij de politie geweest en die zegt... dat daar toen de schutting is vernield door de buurman. En dat klopt wel verder ook met hun verhaal. Maar eerst ik vraag hem. Wacht even. Nu zegt u dat u aan hem gevraagd heeft of het mocht. Eerst te vragen... Dan ik heb gedaan. Maar dat klopt dan toch niet met het verhaal dat het stormde? Jawel, dat ja, was ja, toen. Was je ook bezig. Ik weet niet, is het langer of korter? Nee. Ik ben het in achter. Ja. Later, hij zegt mee, dit is veel langer dan jij kan maken af.
That's it. En heeft u dat gedaan? Ja, hij zegt maar, jij hebt hem gedaan, ik heb gedaan. Is dat zo? Fred heeft Marjan aangeschoten en hij zegt, nou moet je eens kijken. En toen zijn ze afgeknipt? Daarna heb je ze afgeknipt. Maar dan, ze hebben daar een hele tijd gezeten. Maar dan is het toch was het toch opgelost toen? Nou, mag ik wat zeggen? Ik ben een van de oudste bewoners van de Bloemstraat. Ja. Ik woon daar 17 jaar. Uh-huh. En waar jullie allemaal mee bezig zijn, ik vind het in en in terug. Nou, ik vind het ook echt. Jullie mogen echt gebeurt, met z'n allen je ogen uit je kop gaan schamen. Nou, ik zou zeggen, ik kom van de camping, ik zie dat jij meneer Van der Werf zijn schutting staat te slopen. Dat zie ik terwijl die man in het ziekenhuis ligt. Maar ik heb mijn man tegen moeten houden. Daar gaat het toch niet over? En jij hebt niet eens het fatsoen om gedachten te zeggen. Als mensen nou, gewoon hallo zeggen. Maar nou, dan zit je zo, je spuugt mensen na. Maar we hadden een ruzie over de schutting. Ja, dat dacht ik ook. Ja, precies. En er wordt van alles bijgehaald. En, ja. Nou was het aanvankelijk een ruzie tussen Fred en uw man. Ja. En inmiddels hebben twee buurvrouwen van de overkant zich in het gekrakeel gemengd. Ja. Waarom in vredesnaam? Omdat wij met Marjan omgaan. Ja. Daardoor zijn wij ook een portie oud vuil geworden. En krijg ik dus regelmatig de hele vervelende verwensingen van Fred over mijn hoofd. Wat zegt hij dan tegen u? Ik ben voor een racist uitgemaakt. Vanochtend werd ik nog voor het oog van de straat voor alcoholist uitgemaakt. Mm-hmm. En ik ben niet helemaal hetero. Daar loopt hij dus ook opmerkingen over te maken als ik met een van hun loop. Omdat ik wel iets met ze zou hebben. Meester Visser. Maakt u opmerkingen over mevrouw seksuele geaardheid? Ik wist het niet sinds gisteren. Ik weet. En wat maakt het uit of zij nou lesbisch is? Ik ben ook lesbisch. Ja. Ik hou van vrouwen. Ja. Maar niet van haar leeftijd, sorry, maar van jongere vrouwen. Maar zij zegt dat u haar uitscheldt vanwege haar seksuele geaardheid. Maar meneer Visser, ik wist geen dat. En dat u uitmaakt voor alcoholist. Ik vind niet erg dat ze drinkt, maar ik vind die vrouw jammer. Want ze heeft ook een goede inborst. Want als je niet gedronken hebt, doet ze normaal. Mag ik dan even wat zeggen? Ja. Ik vind het dan wel heel erg naar dat ik uitgescholden word voor dikkerd. En asociaal, goed, terwijl ik nog niks gedaan heb. Dat weet ik dus niet, maar er wordt ook gespuugd naar mijn moeder toe. Nee, ik weet niet. Wat zij gezegd heeft tegen mijn vrouw? Kutwijf. Kutwijf! En hard. Nel. Meester Vinders, als ik het had gehoord, de baard geweest. Ja. Ik weet niet wat ik gedaan had. Nee, dit ik heb niks te verliezen. Nee. Maar ik accepteer niet dat niemand je moeder uitscheldt. Zo behandeld. Maar waarom bemoeit iedereen zich met andermans zaken? Ja. Want dat is nou zijn we er. Meester Visser, wat uw uitspraak ook is, ik vraag één ding. Rust. Oh, maar die komt er wel. Maar we moeten eerst naar de bodem van deze bierput. Mevrouw Nel, u heeft een kaart gekregen. Ja. Heeft u die bij u? Ja. Dan moet u dit niet zien, want dat heeft de post gedaan. Hij is zo naar mijn adres gestuurd. En die is bezorgd toen hij in het ziekenhuis lag. Voor die hartoperatie. Ja, van die hartmaken. Hele mooie kaart. Het is blanco en met een kruis erop. Met een soort voor iemand die is overleden. Ja, als ze denkt dat dat van ons is. Nee, er zijn geen bewijzen, maar wie hem ook gestuurd heeft, dit is natuurlijk enorm ziek, hè? Ja. Dus iemand is opgenomen voor een zware hartoperatie en dan dit door de bus gestuurd naar jullie? Ja, die kwam in de brievenbus. Maar wie kan dat gedaan hebben? Mijn vermoeden mag ik hebben. Ja. Maar vanmorgen wordt er gezegd, ik hoop dat je plek een hartinfarct krijgt, dood neerflikken tegen Fred. Wie heeft dat gezegd? Annelies. Ja, ik werd vanochtend zo boos, ik kon het er even niet meer tegen. En zij zei, pas op Jart. Ik zei, dan mag leiden dat hij hartinfarct krijgt. Klaar. Oh. Ja, was ik klaar mee. Nou, mijn grootste vijand. Ja, nee, ik was echt boos, hoor. Alles Duran of Marjan. Nog mijn grootste. Ik zal dat nooit zeggen. Straks gaat de zon onder. Ja. En morgen gaat hij weer op. Ja. Een nieuwe dag. Ja. Hoe moet die nieuwe dag eruit zien? Rust in de tent. Maar dat betekent ook dat u ook rust in de tent. Ja, maar ik ben niet de aanstichter. Maar ik heb u wel horen schelden vanochtend. Ja, maar als iemand je dood wenst. Hartverlamming en Hoe ver moet mijn geduld en mijn zenuwen? Nee, maar dus ja, maar dat moet dus allemaal ophouden. Ja. Ik kijk naar u. Hij op zijn plekje, wij op ons plekje. En verder niks. Ja. Geef maar een oordeel. Ja. Ik ga erover nadenken. Goed, ik zie u zo terug. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja? Tot straks. Je buren verzieken mijn leven. Psychisch. En somatisch. En ik vind, daar hebben ze geen reden toe. Ik ben geen boze buurman. Als je dan uitgescholden wordt waar de hele buurt bij staat, hey dikkerd of asociaal, ja dan
dan weet ik het niet meer. Zo, even bijkomen van alle tumult. Kan je wel zeggen, ja. Hoe is het gegaan voor jullie gevoel? Ja, goed. Alleen, ja, weet je, hij verzint het waar je bij staat. Ik zie ook dat je er een beetje klaar mee bent. Ik ben helemaal klaar mee, ja. Ja, echt. Het is ook heftig. Klaar. Wat denken jullie dat meester Visser gaat beslissen? Ja. Ik hoop gewoon dat hij voor rust zorgt. Klaar. Ja. Nou, hoe is het? Dat is een pittige middag, hè? Jullie zitten er een beetje verslagen bij. Ben ik ook. Waarom? Gewoon, ik heb geen goed gevoel erover. Waar heb je geen goed gevoel over? Nou, dat iemand zo kan liegen. Ja. Wat denk je dat meester Visser gaat beslissen? Ik denk dat hij gaat zeggen van, het is genoeg geweest, moet rust komen. Ja. Als hij dat doet, zijn er alleen maar winnaars. Ik denk dat er dit keer geen winnaars zijn. Er zijn alleen maar verliezers zijn. Ja, zo kun je het ook zien. Zand erover. Ik hoop dat er rust komt. Nog een paar minuutjes geduld. Ja. Dames en heren. Na een lange emotionele dag waarop we hebben gezien hoe de bewoners elkaar de ooit zo gezellige Bloemstraat uitvechten, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, krijgt Fred een vergoeding voor zijn schutting en zijn poster? En hoe gaat meester Visser nou toch de rust in de straat terugbrengen? Ik wil u vragen, voor zover mogelijk, om allemaal te gaan staan. Want hier is de man die nog lang niet van plan is om achter de geraniums te gaan zitten. Meester Frank Visser. Dank u wel. Gaat u zitten. Uitspraak in de zaak van Fred tegen Marianne en Toeran en Annelies en Sandra. Ik begin met de schutting. Anders dan Fred denkt, was de oude schutting helemaal niet zijn eigendom. Althans niet van hem alleen. Ik zal dat uitleggen. Volgens de kadastrale grensreconstructie heeft het er meer weg van dat deze schutting in elk geval gedeeltelijk op de grond van Marianne en Toeran stond. Hoe dan ook. Nu niet meer valt te bewijzen waar deze schutting precies stond, geldt het rechtsvermoeden dat deze op de erfgrens heeft gestaan. En dat betekent weer dat deze schutting, zoals wij dat noemen, mandelig was. Oftewel gemeenschappelijk eigendom van beide buren. En zo bezien mochten Toeran en Marianne aan hun kant van de schutting best planken bevestigen. De poster. Ik heb gezien dat de poster een aantal minuscule gaatjes vertoont. Ik kan me voorstellen dat Fred dat heel vervelend vindt. Het is een aandenken ook. Maar objectief gezien stelt het zo weinig voor dat je in redelijkheid niet meer kunt spreken van voor vergoeding vatbare schade. Nou kom ik toe misschien aan iets wat nog wel veel belangrijker is. De onderlinge bejegening in de straat. Ik heb helaas moeten vaststellen dat de manier waarop sommige mensen deze zaak met elkaar omgaan natuurlijk niet door de beugel kan. En ik heb het dan in het bijzonder, als ik toch namen moet noemen, over Fred en over Annelies. Schelden, tieren en dreigen. Dat getuigt van een volstrekt respectloze omgang met elkaar. En dat is nog belangrijker, dat brengt het gevaar met zich mee dat een en ander escaleert doordat anderen zich ermee gaan bemoeien. En dat zou kunnen leiden tot fysiek geweld. Dit moet worden voorkomen en daarvoor heb ik eigenlijk maar één middel. En dat is een heel stringent contactverbod. Daarom wordt alle partijen met onmiddellijke ingang verboden om nog contact met elkaar te hebben, op te nemen of te zoeken, dat wel uit te lokken in woord en of gebaar. U bent dus voortaan lucht voor elkaar. En als iemand zich daar niet aan houdt, dan verbeurt hij een boete van 100 euro per keer aan de tegenpartij. Met een maximum van 5000 euro. Dat is een hele dure hobby dus. Ik zou het niet doen. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Meester Visser heeft heel duidelijk gesproken. Er zijn eigenlijk geen winnaars. Maar jullie hebben allemaal wel één ding gekregen waar je om vroeg. En dat is rust. Jullie hebben allemaal het gereedschap nu in handen middels dat contactverbod. Ja. En ik hoop ontzettend dat jullie je daar allemaal aan gaan houden. Zouden jullie dat naar mij willen beantwoorden met een ja of een nee? Hoor je het nou? Ja. Oh. Kijk, ja? Ja. Ja, dat is hartstikke fijn. Ik hoop ontzettend, ook voor de dames daar, dat het rustig wordt. Ik neem ook aan dat jullie je daaraan gaan houden. Ja. Heel fijn. Ik wens jullie het allerbeste in de gezellige Bloemstraat. En iedereen in de zaal een fijne avond en bedankt voor je komst.
Ja. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ja. Ik heb nog een beetje een tuut in de oren. Ik kan me voorstellen, ja. Maar goed, u heeft het goed gedaan. Het is opgelost. Ik hoop dat het rustig blijft. Ja. Ik zag nog wel even dat u zat met die gaatjes in die poster. Ja. Met de loep. Ja, want weet je, zoals de oude Romeinen eigenlijk altijd al riepen, hè? De minimis non curat praetor. Nou, dan weet je het wel. Als u het niet heel erg vindt, ben ik een beetje aan het einde van mijn Latijn. Dat je de rechter niet mag lastigvallen met pietluttigheden. Nee, laten we het daarop houden. Ja. Zit u nou thuis te kijken en bent u ook een beetje aan het einde van uw Latijn? Ja. Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. Ja, en dan lossen we het op. Zoals altijd. Bedankt voor het kijken weer. En heel graag tot volgende week. Ja. Dag. Dag. Lekker naar huis. Wat ik me nog even afvroeg trouwens, hè? Ja. Is het iets voor u, zo'n gezellig buurtje? Nou, ik heb daar jaren gewoond. En dat was hartstikke gezellig, joh. Kom ik s'avonds thuis van mijn werk en dan zei de buurman... Hé, buurman! Biertje! Biertje, ja.